Goedemiddag iedereen. We gaan momenteel van start met de tweede sessie. Ik ga allereerst nog eens heel even inpikken. Er was nog een boeiende vraag gekomen in de chat. Wij zitten altijd met een kleine delay tussen YouTube en de real life, hè. Dus hier momenteel. Een dikke 20 seconden. Een dikke 20 seconden. Dus vandaar, we zijn nog net in de nick of time binnengekomen. Ja. Er was een concrete vraag binnengekomen van hoe complex kunt u modellen maken en importeren. Je kunt redelijk complex gaan. Ik heb er al een volledige auto eens een keer ingezwierd en dat gaat wel. Uw computer gaat wel meer moeten nadenken. Mm-hmm. Dus ja, weet ik exact hoe complex dat die modellen zijn die dat je probeert te importeren voor virtuele fotografie? Nee, natuurlijk niet. Ik zou gewoon zeggen, probeer het eens een keer. Laat je even een klein beetje zweten, helemaal in het begin. Waarschijnlijk gaat het er wel mee wegkomen. Alright. Naast mij hier zit Chris voor de volgende sessie. Chris is, hoe moet ik het zeggen, meestal de man achter de camera. Pas op wat je zegt, Dennis. Dat is de man die dat mij origineel, bijna 10 jaar geleden, denk ik, of zo, After Effects heeft aangeleerd. Dus ja. Dat is eigenlijk de OG, om het zo te zeggen. En vandaar is het voor mij nu een eer om hier vandaag met hem te mogen te gaan presenteren. Dus Chris heeft zijn eigen productiehuis gehad. Ja. Heel veel ervaring achter de camera. Ja. Dus ook heel veel met effectief te gaan shooten op locatie, gaan monteren, die dergelijke dingen. Dus heel veel ervaring in de sector al. Minder in 3D, dus daarom zit ik hier, hè, om nu van u bij te leren. Laten we hopen dat ik iets kan bijleren. Shoot, take it away. All right. Dus deze sessie gaat een beetje over 3D Advanced. Ik heb dat daarnet al uitgelegd. Dimension, top programma. Maar het nadeel eruit is, wat krijg jij eruit? Geen video. Ik ben een motion designer in hart en nieren, om het zo te zeggen. Toch in ieder geval, dankzij u. Ja, dat was altijd een klein beetje een gemis. Nu, er is een nieuwe update uitgekomen van After Effects, waarbij dat je eigenlijk die 3D-objecten die we net hebben aangemaakt en materialen toegekend in Dimension, dat we die effectief kunnen gaan animeren in After Effects. Wat is er wel heel belangrijk? Dat natuurlijk hun After Effects is geüpdate naar de nieuwste versie. Die was een half jaar of zo lang in beta, deze nieuwe 3D-functionaliteit. En After Effects heeft eigenlijk een hele 3D-engine moeten gaan... namaken. Ja. Echt from scratch, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Het is ook nog maar een tipje van de sluier. Hè? Ja, klopt. We gaan dat vandaag waarschijnlijk een paar keer horen zeggen, van de After Effects ondersteunt dit nog niet. En deze ook nog niet. Er zijn nog een paar nadelen, maar eigenlijk komt dat wel redelijk ver. Waarom ben ik heel excited voor deze functie? Is omwille van het feit, als ik bijvoorbeeld iets animeer in Cinema 4D, ik ga dat eruit renderen als platte PNG's tussen aanhalingstekens. Ik gebruik geen PNG, want dat is een beetje destructief naar mijn kwaliteit. Ik gebruik meestal EXR-bestandjes en die ga ik dan gaan compositen in After Effects. Cinema 4D is klaar en dan moet die nog gecomposite worden in After Effects. Dus dat is eigenlijk een extra stap die dat onnozel is. Want als dan een mens terugkomt en zegt van dat moet eigenlijk iets vroeger komen, moet je terug naar de eerste stap in de keten gaan. En nu kun je eigenlijk gewoon terug gaan naar de vorige stap in plaats van 2 stappen terug. Uh-huh. Heel groot voordeel. Gewoon als het gaat over correcties en die. Tijdswinst. Voilà, tijdswinst. Dat vind ik fantastisch. Nu, uiteraard, hè, ik ga eens eerst even hier gaan inzoomen in mijn Dimension. Dus ik heb deze file ook, je gaat die ook gewoon kunnen downloaden in de description onder de video. Of in de pinned message aan de rechterkant van de chat. En dan gaat je hier zien dat ik hier een file heb meegeleverd. Boost starten met 3D end. Dat was de endfile zogezegd van vorige sessie. Wat wil ik hier nu op doen? Ik heb hier nu een verpakking erin gezet. Ik heb die als een stil zogezegd daarin gezet. Alles is proper, kan ik uitrenderen. Nu wil ik dat in After Effects krijgen. Alright. Dus wat ik ga doen, is ik ga hier eens even mijn object gaan selecteren. Bijvoorbeeld hier mijn verpakking. En deze groep, Flip Lid Bottle, of hoe noemt het hier ook? Die ga ik hier nu gewoon even naar File, Export en dan Selected Models. En dan komt Dimension nu een paar dingen vragen. Allereerst, wat voor een bestandstype moet dat worden? D1 is het native bestandstype voor Adobe Dimension. Maar ik ga dat hier naar beneden twirlen totdat ik kom bij GLTF. Die GLTF is er straks ook al even aan bod gekomen. Dat is een 3D-object plus de materialen erbij. Dat is hetgeen wat we willen. Ik heb hier al materialen toegekend en die moeten gewoon mee in After Effects komen. Dus ik exporteer dat hier. Hier heb je nog een knopje Center Models om Export.
Dat kun je dus perfect doen. En dan hier, naar waar wilde jij dat saven en hoe moet dat ding noemen? Ik kom eerst nu eens even hier. Sessie 2. Zo, ik verander hier de naam, want pak je standaard als je GLTF je filenaam, dat wil ik niet. Je mag hier gewoon noemen naar bottle of whatever. Mm-hmm. If it makes sense, hè. Goed genoeg. Als je er maar aan uit kunt. Voilà, als je er maar aan uit kunt. En ik save. En dan druk ik uiteraard op export. Ik ga dan nu alleen even het concept laten zien met die verpakking hier. Datzelfde geldt hier natuurlijk ook voor mijn t-shirt, voor die noodles ook zelf. Ja. Ik kan die allemaal gaan importeren en dan kan ik eigenlijk gewoon ermee doen wat ik wil in After Effects. Dat brengt ons nu naar After Effects zelf. Het eerste wat ik ga doen is uiteraard die assets die ik heb geëxporteerd, moeten geïmporteerd worden. Mm-hmm. Ik kan dat doen via file, up, file, import, file. Dan gaat hij uiteraard dat importeren. Om een of andere reden pakt hij mijn vorige gebruikte sessie, which is fine. Zo, sessie 2. En dan ga je hier zien dat er zo ja, een heel exotische mappenstructuur is aangemaakt. Blijft er vanaf. Dat werkt, ja. Om het zo te zeggen. Die GLTF gaat referenties leggen naar die images die dat er hierin zitten. Mm-hmm. Als je het opgelet bij de vorige sessie, dan ga je eigenlijk zien dat je hier een base color. Dat is gewoon je verpakking zelf en mm-hmm. welke kleur dat heeft. En dat gaat eigenlijk hier gewoon gaan zeggen van oké, welke kleur heeft dat? Die roughness, hoe lichter dat die kleur is als het ware, hoe matter dat dat wordt. Mm-hmm. Dit wordt meer shining. Ja. Wat is in deze? Texture. Dat is die textuur die dat ja. er op uw dekselje stond, zogezegd. Mm-hmm. En uw plastic had hier ook zo een heel klein beetje een structuurje erop. Dat dat zo aan een graan heeft. Op die t-shirt zal dat duidelijker voilà. Zijn. Hè? Op die t-shirt gaat dat duidelijker zien. Ja. En heb je hier ook nog een bin? Blijf daar zeker vanaf. Oké. Gewoon zo houden. Je sleept dat gewoon hier om dat te gaan importeren. Meestal, create composition, hou ik ineens aan. En doe ik hier op open. Het eerste wat After Effects al direct komt doen is, hè, ja, op hoe groot mag dat ding zijn. Mm-hmm. Dus hier op mijn preview kun je altijd even aanzetten, dat is object scale on import. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat gaat niet je property scale gaan aanpassen, maar dat gaat dat zeggen op welke schaal dat hij is opgemaakt. Ja. Altijd even hier je preview aanzetten, eens gaan kijken. Mijn verpakking is nu petit, recht klein, dus ik kan dat hier nu eens even naar... Waarom moet dat niet liepen? 300. Zullen we zeggen 300? Ja. Ja, pak dat dan groot formaat is. Bij comp size kun je ook altijd doen. Dan gaat dat ineens wap, groter worden. De rest laat ik gewoon even zo. Mm-hmm. En ik open dat ding. En ik open dat ding. Klassiek. Oké. Okay. Klikken wilt hem niet meer doen, alleen maar enter. Dus hopelijk wordt dat wel beter. En af en toe moeten we de batterij van de muis ook af en toe nog eens opladen. De batterij is opgeladen, maar mijn muis doet dus niks meer. Mijn After Effects doet zelfs niks meer. Classic. Oké. Okay. Dit om te laten zien dat we echt live zitten. Dit is dus volledig live, ja. Ik ga eens even After Effects opnieuw moeten opstarten, vrees ik. Waarom doet hem dit? Ik ga eens even hier gewoon verzekerd zijn dat het niet is dat mijn computer het gewoon niet aan kan. Even Dimension toedoen. Je hebt wel wat openstaan. Ik heb wel wat openstaan. En dan wilde mijn Chrome-tapjes nog niet zien. Ik ben iemand met zeer veel Chrome-tapjes altijd open. Ik zoek een kussen op een andere plaats dan dat je waarschijnlijk aan het klikken bent. Dus misschien op die van die. Dat is raar. Ja. Oké, gewoon even wachten. Uh-huh. Dus dezelfde workflow die dat ik nu heb laten zien om effectief gewoon één objectje te gaan importeren, gaan we los kunnen gaan toepassen op een andere. Oké. Okay. Dus op je t-shirt, op al de rest ook. Oké. Okay. Zie je, daarom sta ik meestal daar. Dan werkt dat wel. Classic, ja. Nu werkt het dus compleet goed, hè. Ja, bol. Ik zit daar even gemaximaliseerd. Ja. Hè? Alles werkt, thank mm-hmm. God. Een mm-hmm. klein beetje minder zweet langs mijn kant natuurlijk. Het eerste wat ik ga doen, sowieso even saven. Het is een super nieuwe functionaliteit. Dus please, het eerste wat je doet, saven. Qua stabiliteit. Ja. Ja, voilà. Het durft soms al eens crashen, zoals het dus net al heeft gedaan.
Als ik nu hier mijn object ga openen, is dat eigenlijk een compleet native 3D-object geworden. En om ervoor te zorgen dat dat werkt, is er hier eigenlijk een nieuwe 3D-engine geschreven. Vroeger had je alleen maar classic 3D, wat dat, ja, ik zeg dat met alle liefde in de wereld, After Effects was een beetje zo 2,5D. Ja. Dat fakte dat allemaal een beetje. Maar het was niet ideaal. Ik heb veel meer vertrouwen in de nieuwe versie, die dat ze momenteel hebben geschreven, zijn er hier in Advanced 3D. Ja, je kreeg een Z-as en dat was het. Hè? Dat was het eigenlijk. Regel het, om het zo te zeggen. Nu, als Charles met die Z-as, dat is wel hetgeen wat je nodig hebt, dat heb je sowieso nodig. Cinema 4D was er eentje voor wanneer je een Cinema 4D-project wilt gaan importeren rechtstreeks naar After Effects. Dat is een beetje een niche-toepassing, want die werkt eigenlijk niet altijd even goed. En dat geeft soms wat rare dingen. Kort gezegd, ik ben heel blij dat je in Advanced 3D is uitgekomen. Nu, voor de mensen die dat dus nog nooit hebben gewerkt in een 3D-workspace van After Effects, zijn er een paar dingen die dat je wel moet weten. Net hetzelfde als in Dimension. We zijn gewoon van links, rechts, boven, onder. Hè. Dat zijn we gewoon al in After Effects. Nu willen we ook in de diepte kunnen gaan. Ja. En voor dat te kunnen gaan toepassen, ja, niet scrollen, want dan gaan we gewoon hierop scrollen. Dat is iets wat de meeste mensen doen instant, dat ze After Effects openen. En dat doet dus niks. Voilà. Ik selecteer nu mijn object. En voor hier rond te gaan roteren, kunt je eigenlijk die drie opties gebruiken. Orbit Around Cursor, en dan kun je eigenlijk een klein beetje zo, ja, gewoon je camera, waar dat jij staat, zo gezegd, tegenover het object, kunnen gaan manipuleren. Dat zijn ook de tools dat je vaak in 3D-programma's tegenkomt. Klopt, hè? Klopt. Ja. Ze staan zo net iets anders, maar het is inderdaad grotendeels hetzelfde concept. Pannen, hop, 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 doe los hetzelfde. Nu, hier heb je ook nog de zoomknop, uiteraard. Wop, wop. Onthoud gewoon, je object gaat niet op een andere positie staan. Staan, hè? Het is alleen waar dat jij staat als kijker, zo gezegd. Er is één ding wat dat ook heel hard, hetzelfde is, gelijk als in Dimension. Dat zijn hier die drie assen. Dus je hebt hier ook gewoon je pijltje, alleen maar op mijn i-as gaan bewegen. Dat vierkantje hier eronder is voor te gaan scalen. En die cirkel er rond is voor te gaan roteren. Ja. Dat doet krak hetzelfde. Wat je ook hebt, dat is dat je hier bij je active cameras, tot dat momenteel, kun je ook zeggen, nee, zet dat gewoon maar eens even volledig aan de front. En dan ga je hier zitten. Dus dat kun je ook altijd doen. Nu, ik ben iemand die dat, heel die 3D-dingen, allemaal goed, maar soms verlies ik een beetje het overzicht. Voor ervoor te zorgen dat je dat beter hebt. Vanaf het moment dat je een 3D-laag hebt, dat is hier automatisch gemaakt omdat je een 3D-object hebt geïmporteerd, dan ga je hier die opties kunnen zien staan. Als je die hier momenteel even op 2View zet, dan ga je zien dat je hier een mini-venster hebt met een active camera, waar dat jij staat, en hier een custom view. Die custom view kun je bijvoorbeeld hier ook op front zetten. En hier kun je nu dingen gaan aanpassen en die gaan dan ook een weerslag hebben daarop. Dat zijn gewoon echt twee viewjes, om het zo te zeggen. Er is één ding wat je moet afleren. Ik vond dat persoonlijk in het begin een heel ambetante. Je align-paneel doet juist niks meer. Ja. Waarom? Snap ik nog altijd niet, want in all honesty, dat zijn alsnog gewoon pixels die dat je ook gewoon gedeeld door twee kunt doen. Maar deze, dat werkt dus niet. Bap. Of nog niet. Ja. Werkt nog niet. Tientallen jaren of zo heeft het ook niet gewerkt in de 2,5D, dat align-paneel. Nu, je kunt dat wel hier perfect, als je nu een laag selecteert, letter P, en je doet hier nu op je x-as bijvoorbeeld, ik wil dat dat perfect in het midden staat, je kunt hier ook gewoon 1920 gedeeld door 2. 1920, dat is de breedte van mijn compositie. Ja. En dan gaat hij dat voor u uitrekken. Die stond nu al juist, hè? Maar ik vermoed in de hoogte dat hem niet exact juist stond. Ook gewoon hier 1080 gedeeld door 2. Dat zit al proper in het midden. Oké, ik kan hier nog eens even open doen. En dan zit je hier bij het transform paneel, wat je allemaal nog kunnen doen. Alles wat er hierin staat, is ook keyframable. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je alles kunt gaan animeren. Wil ik bijvoorbeeld dat, I don't know, ik zeg nu maar iets, mijn verpakking moet iets dichter bij mijn kijker komen en tegelijkertijd een beetje roteren rondom zijn eigen as, kun je dat perfect doen. En de workflow is net hetzelfde als wat je al gewoon was. Dus ik kan hier nu bijvoorbeeld perfect mijn rotatie gaan animeren. Hop. Ik kan die op deze manier gaan zetten. En je hebt je rotatie en oriëntatie. Oriëntatie ga ik eigenlijk gebruiken om die even al het begin juist te gaan zetten. En je rotatie ga ik gaan gebruiken om effectief mee te gaan animeren. Waarom? Er is een heel groot verschil tussen je rotatie en oriëntatie. Het feit dat je
meerdere keren rond een eigen as kunt draaien. Ja. Die 0x, hè, wil zeggen 1x, wil zeggen 360 graden, dat heb je niet bij je oriëntatie. Ik ga mijn oriëntatie nu gewoon eens even hier op 0 houden. En mijn x-rotatie, wat ga ik animeren? Ik wil nu bijvoorbeeld hier dat hij zo gewoon even rondom zijn eigen as draait. Dat ziet. Yes? Kijk, ik hier nu gewoon perfect gaan animeren. Zo zeg ik 10 seconden. En dan wil ik hier dat hij 45 graden is gedraaid. Als je dat nu gaat afspelen, dan ga je zien in de computer het wat ambetant heeft. Dat is iets waar je altijd mee moet vechten. Ja. Waarom is dat? Je hebt hier een drafter idee. Zet die best aan wanneer je ze aan het animeren. Want dat gaat er gewoon voor zorgen dat je computer niet bezig moet zijn met al die schaduwen en al die dergelijke dingen die gaan moeten gaan liggen. De computer gaat u dankbaar zijn. Dat is heel subtiel aan het draaien. Ja, zo. Dus dat is dat. Dus die kun je zeker en vast gebruiken. Er zijn nu nog een paar andere dingen, maar die hebben eigenlijk allemaal te maken met schaduwen naar een ander object. Dus ik ga nu gewoon eens even hier dit objectje dupliceren. Je kunt gewoon appeltje D gebruiken. En diegene die dat zogezegd op dezelfde locatie is gekomen, die ga ik nu iets meer naar achter zetten en zo hè, rechts erachter. Al die keyframes die zijn ook meegekomen, ik ga die nu, die achterste nu gewoon voorlopig even stil laten staan. En ik ga eens even hierop gaan inzoomen. Dit is zogezegd hetgeen wat we een kijker gaan zien. Nu, wat is hem niet aan het doen? Hij is geen schaduw aan het trekken. Dat wil zeggen dat je hier even op je draaf 3D moet gaan uitzetten. Hop. En ik ga eens even hier naar mijn renderer options gaan. Dat geeft iets heel raar. Dat geeft hier zo'n kubus er rond. Dat wil eigenlijk zeggen dat als je object niet binnen je kubus zit, dan gaat hem geen schaduw gaan berekenen. Dus hoe groter dat je kubus is, hoe meer, ja, hoe groter dat je gebied is dat hij moet gaan berekenen. Terwijl dat, hoe kleiner dat is, hoe zuiniger dat gaat zijn voor je computer. Ja. Ja. Dus een knopje hier fit to scene, dat ding gaat dat gewoon heel groot maken. Ja. Dat is niet per se altijd hetgeen wat het best is voor je computer. Oké. Wat heb je hier nog? Je render quality. Render quality staat momenteel op 2. Je kunt dat tot 300 duwen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb dat ene keer op 50 gezet en dan begon hem al redelijk wat ambetant te doen. Volgens mij, als ik het boven de 50 zou zitten, ga ik al bekende haken kunnen bakken erop. Of gaat er een alarm af bij Adobe? Dat kan ook, dat kan ook. Er heeft iemand de turbo-knop ingeduwd. Dat kan. En nu je resolutie, kun je ook nog op half zetten, of full of double. Smoothness, dit gaat alleen maar over de schaduwen. Ja. Natuurlijk. Alright. Als ik deze hier nu gewoon op oké ga zetten, wanneer ik gewoon ben aan het animeren, dan zet ik hier gewoon render quality 2 of 1 zelfs. En smoothness op 1, gewoon alles zo laag mogelijk. Dat alles gewoon vlotjes blijft werken. Nu, ik heb hier momenteel nog geen schaduw, terwijl het hier normaal gezien wel moest erin zitten. En dat komt omwille van het feit dat dit is zogezegd uw front en volgens mij moet ik die eigenlijk hier beter gaan roteren. Wop. Zo. En de reden waarom je geen schaduw in hebt, is wanneer je geen schaduw in hebt, in real life wil zeggen dat alles donker is. Omwille van het feit dat je geen licht hebt. Dus het eerste wat we moeten doen is een lichtje erin gaan zetten. Dat ken ik. Layer, new, light. Deze is ook hetgeen wat je waarschijnlijk nog kent van vroeger. Alleen is er één optie bijgekomen. Environment. Ja. Dat is een andere. Voor de mensen die dat de vorige sessie hebben gevolgd van Dimension, lijkt er keihard op. Dat is echt ook gewoon wederom zo'n kastel op die er rond gaat staan. En dat is gewoon een spherical panorama shot, om het zo te zeggen. Dat gaat er rond worden geplaatst en dat gaat je belichting gaan creëren. Als deze hier aanstaat, cast shadows, uiteraard. Ja. Als chance is dat super duidelijk als dat uitstaat. Dat is dat de reden is waarom je dus geen schaduwen wil krijgen. Die duren nu op oké. Dan gaan we hier zien dat er hier zo'n klein beetje zo puntjes zijn bijgekomen. Dat is echt de super low poly versie, om het zo te zeggen, van waar dat die objecten staan. Ik ga die nu hier een klein beetje meer gaan roteren. En die is wat dichter bij elkaar. Nu zie je hier al wel dat er wat meer schaduwen zijn gekomen. Ik ga die misschien een beetje dichter tegen elkaar zetten. Waarschijnlijk gaat dat al wel een beetje beter maken. Nou, ook de dopjes. De dopjes, ja. De hier dopjes zie je het een beetje. Ja. Alright. Als ik nu zou zeggen van kijk, mijn belichting is niet exact juist, al zien van waar de mijn belichting staat. Ik wil eigenlijk die kastel op kunnen roteren. Dat gaat bepalen waar dat je belichting staat. Dat kun je gewoon hier doen.
je intensiteit bij je environment light kun je natuurlijk ook meer licht gaan geven. Uh-huh. Maar je kunt die ook hier bij je transform, kun je op je X- en Y-rotatie een beetje meer gaan geven. Ja. Voilà. Nu, dan deze, hè, dat is zo gezegd, ja, in all honesty, is dat gewoon maar een JPEG die dat erachter staat. Heel zwart-wit gezegd, hè. Ik wil die wel een beetje gaan fine-tunen. Waarom? En deze vind ik heel saai. Dat is die standaard die dat er ten allen tijden in zit. En ja, als iedereen die gaat gebruiken, gaat het heel hard zien natuurlijk. Alright. Om dat te kunnen gaan aanpassen, moet je hier die source kunnen aanpassen naar een ander object. Voor dat te doen, heb je sowieso al eens even een ander object nodig. En dat is net hetzelfde, gelijk als in Dimension. Ook gewoon hier bij je HDR lighting. Ja. Ik kan nu gewoon even los dezelfde nemen als in de vorige sessie. En ik sleep die erin. En als ik die nu hier ga importeren in mijn tijdlijn. Wel, prachtig, dat ding dat zit erachter. Ja. Totaal niet nodig. Mm-hmm. Maar het belangrijkste dat ik hier nu wel ga hebben, is dat ik die kan selecteren. Ja. Voilà. En nu, dan ga eigenlijk hier zo gezegd, links van achter, mm-hmm. gaat eigenlijk uw raam staan. En nu kan je die hier echt gaan fine-tunen van oké, die mag nu daar staan bijvoorbeeld. Dan zie je de schaduwen ook. En nu zie je al veel beter je schaduwen. Alright. Ik kan hier nog eens even saven. Oei, ik heb nog niet gesaved. Living life on the edge. Dat is eigenlijk les nummer 1. Dat was eigenlijk stap nummer 1. Sessie 2. Waar was ze? Zo. Alles. Als ik nu zou zeggen, van ik wil dat eens even op een grotere resolutie gaan zetten, kan dat perfect. Als je deze wilt doen, zeker even saven. Want dat gaat even hier nu terug naar je renderer options. Ja. Kan die nu niet naar 50 zitten? Ja. Ik had daar net al een beetje een crash en ik wil niet dat het opnieuw gecrashed is. Ik zet die er nu bijvoorbeeld even gewoon op 30. En als je die hier gewoon op preview zet, dan ga je dat hier al wel zien. Hè. Je begint er al redelijk wat te geraken. Mijn schaduw is nog wat korrelig. Ik zet die hier op resolutie full. Ja. Dat gaat nog beter worden. En dan kun je hier nog extra smoothness gaan geven. En dat gaat nu nog beter zijn. Ja. Alright. Zo, ik ga dat nu even op cancel duwen, waarom ik wil even nog graag binnen in die zuinige workspace komen. Als je gaat kijken in 3D, wat je heel vaak gaat zien, dat is dat je eigenlijk net een beetje gelijk als in real life, dat je echt een camera zou hebben die dat je een beetje gaat roteren. Uh-huh. Een beetje gaat positioneren op de plek dat jij het zou willen. Het is niet altijd je object die dat beweegt, maar meestal is het gewoon een camera die dat een beetje pant of een klein beetje roteert rondom één punt. Akkoord? Dat is hetzelfde. Ja, absoluut. Als in real life. Ja. Om dat te doen heb je natuurlijk een camera nodig, want het enige wat er hier nu in stond is uw default camera, uh-huh. als het ware. Layer, nieuw, camera. Ga je een pop-up window krijgen, zit je hier best op two-node camera. Waarom? Dan heb je hier een depth of field. Nu, kanttekeningen bij, depth of field wordt nog niet ondersteund in die nieuwe. Dat is een functie die dat ze binnenkort er wel gaan hebben. En hier een knop create camera from current view. Vind ik nu gemakkelijk. Uh-huh. Oké. Okay. Als ik nu hier naar deze ga. Dit is met een active camera. Uh-huh. Dus je staat hier nu ook erbij. Die noemt om een of andere stoeme reden default. Dus ik ga die eens even gewoon maincam noemen of zo, bijvoorbeeld. Maincam. En dan is dat hier ook ermee ingekomen. Uh-huh. Akkoord. Dus een die wordt hier sowieso opgezet. En dan hier gaan we eigenlijk gewoon alsnog kunnen gaan animeren wat we nodig hebben. Nu, mijn camera. Ik ben persoonlijk niet echt een waanzinnige voorstander van die transform en alles, alle opties binnen in uw camera dingen. Ik verkies veel harder een andere optie. Zijn, als ik hier rechtermuis klik op mijn camera, create orbit 0. Dan ga je dat eigenlijk gaan zetten als in van, dat is de positie waar rond dat jij moet gaan roteren. Mm-hmm. En ik ga dat hier nu eens even gaan toepassen. En dan is dat eigenlijk een child relatie geworden van die orbit 0. En als ik nu de dia ga roteren, dan gaat die... Je gaat dat hier zien. Uh-huh. Dan gaat het eigenlijk... Oh, dat was de verkeerde as. Dan gaat het eigenlijk rondom dat punt gaan roteren. Dat vind ik al wel een heel gemakkelijke. Een point of interest dan. Voilà, inderdaad. Ja. Dat lijkt heel hard op een point of interest. Zo. Dan kun je deze heel hard gaan toepassen. Als ik nu hier effectief... verkeerde as. Zo. Dan kun je er echt zo, rondom gaan pennen, zo gezegd. En dat vind ik al wel een heel interessante. Akkoord. Mm-hmm. Zo.
Dus daar kun je eigenlijk redelijk wat kanten mee uit. Ik zit in deze nu eens even hier zo. Hop, hop, zo. En ik save ineens nog eens een keer. Voilà. Je weet nooit. Ja. Bij de vorige sessie heb ik het ook al gezegd, als je van die custom environment lights nodig hebt, download die zeker en vast eens een keer via Polyhaven. Hop. Polyhaven, ik heb dat daarnet ook al gezegd, dat is een public asset library. Daar moet je juist niks voor betalen. Dat is gewoon gratis om te gebruiken. En als je dan gaat naar assets, HDRI's, ga je er hier heel wat kunnen vinden. Het zijn er in totaal 707, dus you should be good. Ja. Als ik hier nu bijvoorbeeld zeg, ja, indoor, en dat mag echt... ik wil zo wat meer een vibe hebben, dat er iets zo echt zo wat, ja, een soort van romantischer ding is. Dan gaat deze allemaal zo'n klein beetje ja. Die een licht een bruinachtige tint, om het zo te geven. Dus in deze, zeker was een interessante website om eens een keer in de oog te houden. De andere, Ambient CG, dit hetzelfde concept. Even filteren op HDRI's en dit zijn dan ook al die spherical panorama shots die dat je gaat kunnen gaan toepassen. Alright. Nu, ik heb dat er straks ook al eens even rap uitgelegd. Er zijn een paar nadelen. Wat wil ik daarmee zeggen? Op een 3D-object is het onmogelijk om een effect toe te passen. Ja. Het gaat wel, maar eigenlijk omwille van het feit dat je... Ja, een 3D-object is eigenlijk geen pixels. Mm-hmm. Die worden nadien berekend. Dus om daar rond te werken, ga je eigenlijk een paar effecten wel kunnen toepassen. Maar ik zeg nu maar iets. Hè. Ik wil nu bijvoorbeeld dat die voorste hier een hue saturation op heeft. Wop. Dat gaat niet. Kan ik dat hier rechtstreeks op droppen? Nee. Kan ik dat dubbel klikken? Nee. Dat gaat dus allemaal niet. Die layer ondersteunt dat gewoon niet. Ik ga eens even uitleggen hier. Als je terug naar je render engine gaat. Renderer option. Nee, sorry. Ik moet naar Composition Settings gaan. Zo, Composition Settings. En hier bij een 3D-renderer. Dan ga je hier aan de rechterkant kunnen zien wat is er allemaal disabled. Disabled wil niet per se zeggen volledig niet ondersteund, natuurlijk. Dus een disabled, gewoon zeggen, het zit er nu nog niet in. Ja, not dat is, yet. Voilà, not yet. Dus wat zit daar niet in? Blending modes, layer styles, track matters. Wat zit daar ook niet in? Vooral dingen die daar rekening houden met transparantie van het ene object tegenover het andere. Motion blur en depth of field zit er ook nog niet in. Vind ik persoonlijk wel een jammer. Ja. Want als je hier op je camera vroeger, wat kon je wel doen? Echt effectief, depth of field. Dat verkoopt het, dat maakt het zo'n beetje ja, chiquer om het zo te zeggen. Realistischer, duurder. Ja. Dat zit daar nu nog niet in. Wat kun je ook nog niet doen, is er een extra belichtingsje gaan inzetten. Bijvoorbeeld een simpele point light. En die ook schaduwen gaan laten creëren. Ja. Dus dat gaat niet. Dat is een jammer. Maar... Hè, ik zeg work het er weer al bij, work in progress. Ja, absoluut. iets wat ik nu ook nog niet heb uitgelegd, dat is dat je perfect hier deze workflow ook kunt toepassen op teksten. Nu gewoon effectief een tekst hier gaan zitten. By now. Ik had weer al een schrijffout. Zo. Classic. Zo. En ik maak die tekst nu ook eens even door ideeën. Ik zit hier nu ertussen. Dan ga je ook zien dat die schaduwen ook perfect mee erop komen. Omwille van het feit dat je met een 3D tekstlayer zit, dan kun je die ook een extrusion gaan geven natuurlijk. Dan ga je hier bij Geometry Option, kun je die... Extrusion Depth, sorry. Maar. Zo. Kun je die een dikte geven. Wat oké is, want als je dat dus geen dikte geeft, dan valt heel uw illusie van 3D weg natuurlijk. Ja. Dus, hè, dus de oude workflow van die mensen die dat thuis ook al wel eens een keer hebben gewerkt met hun oude 3D workflow, wordt hier ook allemaal in toegepast. Mm-hmm. Dus je kunt die perfect gaan mengen. Cool. Ik zwier nu eens even die tekst weg. Want ik wou nu eens even laten zien wat er heel specifiek is aan de, deze hier. Waar stonden we hier? Hop, hop. Speciaal. Ja, ik ben even heel specifiek bezig. Ik zou eigenlijk graag een effect willen toepassen op alleen maar die voorste. Mm-hmm. Op dat dekselje. Ja. Waarom? Ik heb bijvoorbeeld twee smaken van mijn spicy sauce. Eentje mag wat meer naar het rode gaan, het andere mag wat meer richting het oker-oranje gaan. Mm-hmm. Dus ik moet hier een effect op gaan toepassen. Ik heb het daarnet al gezegd, dat werkt eigenlijk niet. Maar je kunt wel een ander effect toepassen binnen je After Effects, dat de After Effects dwingt om pixels te gaan maken.
Er zijn eigenlijk twee die je ervoor kunt gebruiken. Allereerst de calculations effect. Ik ga die niet gebruiken, want die is eigenlijk een beetje te complex voor wat dat is. Mm-hmm. Maar ik gebruik hier CC Composite. Nu, ik kan dat wederom niet standaard op mijn laag zelf zitten. Ik ga ervoor moeten gaan werken met een solid. Layer, new, solid. Gewoon ergens iets waar dat erin staat. Ik moet je niet per se 3D maken, dat mag. Maar hier op mijn CC Composite zet ik op die solid. En wat is er nu van belang? Dat je hier bij een toplayer moet gaan zeggen naar welke laag moet je gaan kijken. Ja. Ik dacht dat het een onderste was, ik ben nu niet meer 100% zeker en nu staat je hier erbij. Uh-huh. Oei, paniek, al de rest allemaal niet meer. Ja. Ik ga die hier gewoon zetten op copy. En niet, erop, niet meer op RGB only. Uh-huh. Waarom het in RGB only niet werkt, weet ik niet. Maar ik heb al gemerkt, dat is eigenlijk het gewoon weer dat je moet aanpassen. Dat is de way to. Ja. En nu is er precies niks veranderd. Hè. Uh-huh. Er is just, hè, alles is nog altijd krak hetzelfde. Maar nu kan ik hier wel een hue saturation opzetten, bijvoorbeeld. Oh ja, de solid treedt nu een beetje op als een adjustment layer. Ja, om het zo te zeggen. Maar een adjustment layer heeft toepassing op al hetgeen dat eronder staat. Dit is enkel op dat één object. Hè. Voilà. En nu kan ik hier die een effectief van kleur gaan veranderen. Hè. Nice. Zo. Yes. En met een masker kun je het nog limiteren. Dus momenteel is het inderdaad compleet hier op alles. Dus ja, heel mijn logo is ook allemaal. Hè. Dus zit hier dan op, deze solid zit dan een masker op, animeert je dan. Dat gaat even manueel werk moeten zijn natuurlijk, maar hè, op zich kom je er nog wel redelijk ver mee. Zo. En dan ga je eigenlijk wel effecten kunnen gaan toepassen. Goed. Eens dat ik deze wil gaan uitrenderen. Ik heb hier nu een prachtige animatie. Uh-huh. Wil ik op de knop render gaan duwen. Ik ben iemand die daar persoonlijk heel graag met de media encoder werkt. Waarom? Omwille van het feit dat ik alsnog al kan voortwerken om de volgende. Dat je blokt zit, ja. Ja, soms geeft dat issues. Bij die 3D heb ik al gemerkt dat dat issues geeft. Uh-huh. Het leek erop, maar het kan zijn dat ik het toen fout had, dat het gewoon, hij wou hem gewoon nog niet aanvaarden. Die 3D-functionaliteit zat precies nog niet in media encoder. Ja. Dus ik wou op render duwen voor deze project, dat was klaar en dat deed juist niks. Oh. Dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb eerst al de usual suspects gedaan. Waar als ik nu eerst gewoon exporteer, niet naar een server, naar een fileserver, maar naar mijn desktop. Dat was niet opgelost. Je exporteert niet als een MP4, maar als een MOFke. Allee, MOFke, pak groter dan natuurlijk. Hmm. Als iemand dat er minder transcoding moet gebeuren in de achtergrond, deed ook niks. Dan heb ik het gewoon geprobeerd met rechtstreeks te exporteren in het After Effects. Ja. En dan werkte het wel. Ja. Dan heeft hem dat wel gedaan. Niet vergeten, als je op render duwt natuurlijk, zien dat je hier even terug je renderer options te goed zet. Ja. Naar de hoge resolutie zet. Wop, wop, wop. Hier nu, ja. Zo. En dan gaat alles al een pakje beter zijn. Zo. Alright. Wat kan soms issues geven ook als je solid niet van boven staat? Allemaal. Ja. Ja. Dat is iets heel raar. Dus normaal gezien met 3D moet je geen rekening houden met layers. Nee. Maar je solid moet hier wel van boven staan. Ja. Ja. Dus daar had ik de vorige keer ook wel een paar issues mee. En je kunt met meer dan één solid werken. Ja, klopt. Dingen, hè? Klopt. Dus als ik nu hier op deze een adjustment adjustment layer wil zetten en effecten, kan ik die op die achterkant ook doen. Ja, onafhankelijk van dat. Voilà, ja. Absoluut. Ik ga dan eens even laten zien welke kanten dat je dus allemaal uit kunt. Mm-hmm. Gewoon hè, dat je dat ziet van, oké, eigenlijk. Waar heb ik mijn files gezet? Classic. Oké. Yes, ik heb ze. Dus waar is deze? Deze is eigenlijk echt gewoon één camera. Het zijn eigenlijk twee camera's. Ja. Dus eerst één camera van één objectje. Die dat er gewoon een klein beetje de rond gaat roteren. En gewoon heel subtiel. Dat is echt de name of the game. Hou het redelijk subtiel. Dat gaat het verkopen dat het organisch is gemaakt. En hier aan de achterkant ook gewoon mee geanimeerd. En een glow effectje. En een glow effectje. Ik weet niet of ik het met een deze had gedaan. De bullet? Nee, dat was niet met een deze. Ik heb het al aan het voorlopen op de volgende, het volgende voorbeeld. Hier heb ik dus ook eentje. Waarbij dat je echt nog verder gaat kijken. Mm-hmm. Van, hè, kan ik werken met een tekstanimator 3D op die live tekst? Dus ik kan nu die Seriously Good sauce kan ik nog aanpassen naar de Franse kopie bijvoorbeeld.
En dat is een hele grote tijdswinst. Hier bijvoorbeeld, alles is echt gewoon met de workflow die ik net al heb uitgelegd. En je kunt daar redelijk ver mee gaan. En deze is eigenlijk hetgeen wat we bijna hebben gemaakt en hier zat je globe. Ja. Yes. En dan hier in deze. Deze is al helemaal even... ja. Dit zijn eigenlijk twee 3D-objecten. Ik zou dat niet zeggen, maar je hebt één 3D-object dat naar de voorkant vliegt, dus je groot object. Uh-huh. En dan nog één 3D-object dat gewoon met die CC Composite-trucje helemaal is geroteerd rondom de achtergrond. Dus die CC Composite, dat zijn er een stuk of, ik kan ze nu niet tellen, zullen we zeggen 10, dat die gewoon allemaal geroteerd zijn. En die hebben allemaal krak dezelfde animatie. Wat hebben die niet? Die hebben geen schaduwen onderling. Ja. Omdat je dat eigenlijk gewoon, ja, die pixels van op die originele laag, die hebben die gewoon gepakt. Mm-hmm. Maar dat is geen live 3D-objectje niet meer. All right. Goed. Dat is het eigenlijk. Mm-hmm. En als je gewoon een klein beetje rekening houdt met deze workflow binnen in After Effects, kun je redelijk ver geraken. Ja. Dus ik daag sowieso iedereen uit om al eens even hiermee te gaan kijken tot waar dat je kunt geraken. Mm-hmm. Chris, kom hier sowieso ook nog even een uitleg geven over... Als, ja, hoe moet ik het zeggen, we hebben hier nu de basic 3D gedaan, ja. Dimension, geanimeerd in After Effects. Wat als je nu de next step wilt gaan pakken? Ja. De next step is sowieso gaan overschakelen naar een fatsoenlijke, tussen aanhalingstekens, 3D-software. Uh-huh. Cinema 4D of Blender. Of Unreal Engine. Of Unreal Engine. Ja. Is even kort, ga jij dat uitleggen van Unreal Engine? Doe maar, het is voor mij gelijk. Dus je hebt de twee kanten. Je hebt de twee kanten, een beetje Cinema 4D en Blender. Ja. En daarin kun je bijna alles doen. Ik heb bij de vorige sessie ook gezegd, het grote voordeel van Blender, dat ding is gratis. Ja. Hoe dat ze het doen, weet ik niet 100%. Maar het is en blijft gratis. En het is nu populairder ook aan het worden. Niet alleen omdat het gratis is, omdat het ook beter wordt. En het wordt ook beter. Veel meer mensen mee gingen werken. Hè? Ja, ja, klopt. Ik heb persoonlijk 3 jaar geleden de keuze gemaakt voor Cinema 4D. Als ik momenteel de keuze zou maken, denk ik wel dat ik naar Blender zou gaan. Waarom? Het is gewoon te gemakkelijker te verkopen dan een baas. En het is ook een beter huwelijk, heb ik toch begrepen, met Unreal Engine. Daar zijn de discussies... Allee, ja. Daar... Ja, ook omdat ze allebei in het kamp van de gratis software voorlopig nog zitten. Ja. Je haalt nu Unreal Engine aan. Voor de mensen thuis die dat niet weten, wat is Unreal Engine? Eigenlijk is dat een render engine. Ja. Oorspronkelijk komt dat vanuit de gaming-industrie. Hè, wanneer dat ik, I don't know, welk game dan ook in mijn PlayStation wil steken of op mijn computer wil draaien, dat ding moet snel kunnen renderen. Ja. Ik wil niet super lang moeten wachten. Voordeel daar is... real-time, hè? Voilà. En dat is inderdaad het heel grote voordeel. Unreal Engine slaagt erin om dat real-time te doen. Ja. Is dat even nauwkeurig? Nee. Maar soms zie je het verschil niet. Er worden heel veel visuals, heel veel dingen gemaakt in Unreal Engine. Ja. We hebben daar een filmpje van. Ja. En daar zijn nu... Ja, bijvoorbeeld een Tomorrowland speelt erop in. Al die visuals worden daar gemaakt. Als je natuurlijk moet gaan renderen in programma's zoals Cinema 4D of je moet met renderfarms werken, dat is kostelijk en ook arbeidsintensief, terwijl bij een Unreal Engine... Klopt. Ja, als er daar iets fout staat of je klant spot nog een foutje, dan zijn je gebonden aan 24 uur je laptop of je computer laten renderen. Dus... Ik kan bijvoorbeeld eens een voorbeeld geven. In Cinema 4D heb ik voor de sessie van De Vlam, die daar op het einde van de dag nog komt door onze collega Philippe en Michael, heb ik een animatie moeten maken in 3D, waarbij je precies zo door een museum bent aan het wandelen. Ja. Moest voor te realistisch zijn. Klopt. En ik heb dat in Cinema 4D gemaakt. Ik had toen nog geen Unreal Engine. Mm-hmm. Ik heb dat gewoon gemaakt binnen in Cinema 4D. Dat ding heeft 28 uur moeten renderen. Mm. Dat was een filmpje van 10 seconden. En ik had dat 9 keer nodig. Mm. Dus ja, hè, mijn computer, die is dan bezig. Die is bezet. Ik had niet meer veel kunnen doen. Als ik dat toen heel veel koffie. Voilà, als ik dat toen in Unreal Engine had kunnen doen, had me dat heel veel tijd kunnen besparen. Ja, dat is inderdaad een van de grootste voordelen is in die Unreal Engine, is dat het on the spot gebeurt en dat er daar heel veel aanpasbaar is op het moment zelf. Zeker in compositing en 3D. Hè. Er zijn heel wat filmstudio's die nu naar Unreal Engine grijpen om echte scenery te renderen. Voor de acteurs is dat ook natuurlijk veel fijner om in te acteren, omdat ze zien waar dat ze staan. In plaats van een greenscreen en achteraf zullen we het er wel in zetten. Ja. Dus dat is inderdaad in een nutshell Unreal Engine. Belangrijk om te vermelden is dat we daar ook een opleiding voor hebben. Ja. Dus bij ons is dat te volgen.
Daar vind je wel informatie over op de website. Ja, dat zijn allemaal dingen die door Sam, degene dat de lesgever voor Unreal Engine bij ons gemaakt heeft. Dingen die we nu vooral zien zijn dat hyperrealisme, hè, die echt ja, scènes dat je amper kunt zien, dat ze nog, ja, is het gefilmd, is het echt? Ja. Bij Liquids is dat hier en daar nog een beetje ter discussie, maar dat verbetert eigenlijk elke dag. Ja. Unreal Engine is initieel natuurlijk bedoeld als gaming, of voor ja, gaming development, maar dat heeft nu echt wel zijn weg ook gevonden naar de audiovisuele sector, waarin dat er echt voor compositing en virtuele studio's daar enorm op ingezet wordt. Ja, klopt. Want als ik nu kijk naar deze, hoe moet ik het zeggen, die showreel, ik zou echt denken dat dat een team van 10 man is of zo. Ja. In Hollywood, niet hier in België. En dat is één mens dat deze heeft gemaakt. Dat is één mens, hè? Ja, voilà. Dus dat is wel echt, je zou dat denken van, dat is niet mogelijk. Ja, en daar groeien nu ook libraries van ja, dingen die je daarvoor kunt inschakelen en zo meer. Dus dat wint enorm aan populariteit. Ja. Dus dat is zeker interessant als je met 3D wilt verder werken. Beslist om een keer uit te vogelen wat daar de mogelijkheden zijn. Ja, absoluut. Dat brengt ons nu bij de Q&A, denk ik. Hè? Ja, ja, naadloos. Ja. We gaan ons nog eens even een klein beetje langer hier, maar begint nu in ieder geval zeker vast maar vragen te stellen in de Q&A. We moeten gewoon een beetje rekening houden met die delay van YouTube, ja, natuurlijk. Dat is 20 seconden en de tijd dat mensen een vraag typen natuurlijk. Voilà. Ik zou zeggen, stelt sowieso vragen. Just in case dat je alsnog zelfs op een vraag staat of zo, kunnen die alsnog wel even in de chat sturen en dan ga ik achter de schermen daar wel even op antwoorden. Als het een interessante vraag is, gaan we dat zeker doen. Ik kan er sowieso op antwoorden, of dat niet interessant is of niet. Ik vermoed, ik ga eens even kijken naar mijn collega's. Ik had nog een vraagje daar, ja, nu dat we daar toch over bezig zijn. Ik vermoed expressions en easing en dat soort zaken, dat blijft. Ja, dat werkt allemaal. Ja, werkt allemaal. Daar zijn geen dingen die nog niet per default... Nee, klopt. Want dat gaat alleen maar, hè, bijvoorbeeld hier, dit voorbeeld. Uh-huh. Dat was met een expression gezegd, elke kopie dat ik ervan maak, gaat op basis van een index nog eens 10 met graden. Offset. Gerapteerd moeten worden. En dan misschien gewoon appeltje D, en dan was dat ding helemaal rondgedraaid. Ja. Dus dat werkt perfect. Dus daar is geen enkel probleem. Ja, ik vermoedde dat nu niet, maar ik denk inderdaad dat Adobe nu ook wel die weg heeft ingeslagen om daar toch een beetje op die vraag te antwoorden. Hè. Ja, klopt, zeker. 2D motion is nog altijd populair, maar je ziet toch wel echt de trend naar 3D en daar toch een grotere vraag naar is. Ja, absoluut. Alleen het renderproces is altijd hetgeen dat u zo wat daarin tegenhield. Hè? Ja. Eigenlijk na deze vormen ga je echt al redelijk goede resultaten kunnen krijgen. En dan ga je er al wel redelijk goede dingen kunnen gaan uitkrijgen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon experimenteren. Probeer ze zeker vast eens een keer uit. Installeer zeker ook eens een keer Adobe Dimension. Gaat heel veel tijd besparen. De volgende sessie is een sessie gegeven door Stijn Orlans. Dat gaat een beetje rustiger zijn. Dus eigenlijk kun je gewoon in je zetelje zitten, koffieke erbij. Ja. En dan gaat dat gewoon een dialoog zijn tussen Michael en Stijn. Stijn, heel veel ervaring binnen in 3D. En die gaat eigenlijk daar nog een klein beetje naar het volgende niveau gaan tillen. Ja. Yes. Dat wil zeggen, geen enkel nieuw probleem in de Q&A. Dus dan... Kristalhelder. Voilà, kristalhelder. Oké, dat is goed. All right.